Hey, wij zijn van Venture Campus en wij geven jullie vandaag graag 5 tips mee over hoe jullie een kickstart kunnen geven aan jullie start-up. Tip 1, durf te springen. Durf uit je comfortzone te komen en nieuwe opportuniteiten op te zoeken. Wacht ook niet tot het ultieme moment, maar start vandaag nog met het uitwerken van jouw ideeën. We weten dat het heel spannend kan zijn om te starten met een innovatief traject of met een start-up, maar uit ervaring weten wij dat het nemen van grote risico's meestal leidt tot de meest succesvolle ideeën. Tip 2, make sure to have a clear plan. It is very important to work out a solid plan for your innovative idea or startup. This fairly increases the chances of you receiving a subsidy. Think about your vision. Which steps do you need to take to realize this vision? Who are the stakeholders? What is your roadmap? And what are the possible pitfalls? Bring structure in executing your plan. And if needed, don't hesitate to seek guidance. Tip 3. Investeer in kennis. Als startende ondernemer is het belangrijk om jou te omringen met een sterk team dat jou kan bijstaan, zowel technisch als op zakelijk vlak. Nu, je hoeft niet altijd alle kennis in-house te hebben om een innovatief project vorm te geven. Je kan er altijd voor kiezen om samen te werken met een doorwinterde consultant of expert die jou de ontbrekende kennis eventueel kan aanleveren. Tip 4. Think big. Dare to dream. There are many options to make your idea scalable. Know that there are huge opportunities to go international. Flanders invests in resources to help you to make your product internationalized and to put Flanders on the map. Tip 5. Boost innovatie. Nieuwe middelen geven je bedrijf nieuwe mogelijkheden om te investeren in innovatie. Dit kan op verschillende soorten manieren voor verschillende trajecten. Zoals bijvoorbeeld het opstarten van een nieuwe productielijn, het vrijmaken van resources om je werknemers aan nieuwe innovatieve ideeën te laten werken of het opstarten van je eerste bedrijf. Nieuwe middelen kan je op verschillende manieren vinden, zoals bijvoorbeeld een subsidie of een funding customer. Dit laatste wil zeggen dat je een klant gaat zoeken die tegen een interessante prijs jouw pilot customer wil zijn. Op die manier raak je snel aan extra fondsen die jouw innovatie een boost kunnen geven. Dit waren onze 5 tips voor jullie. Veel succes ermee!